Ja. Nee, de skeuomorfisme meneer Van Heppel die is ontslagen. Ja, de skeuomorfisme heeft in ieder geval een klap gekregen. Ja. Misschien wel de doodsteek. Ja, want ken iedereen die term? Nee, ik denk het niet. Het is zeg maar dat geloof ik, corrigeer me als ik het fout heb. Het is dat je bijvoorbeeld de agenda-app op de iPad, dat daar zo'n leren randje omheen zit. En helemaal de analogie van een papieren agenda heeft overgenomen. Ja, dat is een extreem voorbeeld. Het is eigenlijk ontstaan met gaat zeggen, ja, mensen moeten met een nieuwe interface omleren gaan. Ja. We gaan elementen uit de bestaande wereld gaan we in die interface stoppen. Dus bijvoorbeeld een knop geven we vorm als een knop, zodat mensen herkennen dat ze erop kunnen klikken. Ja. Dat is op zich een goed idee. Zeker als je een interface moet leren, als je ermee moet leren omgaan, dan is dat echt wel goed. Ja. Inmiddels kunnen we dat. Dus je zou zeggen, het wordt minder nodig en we kunnen misschien wat functionelere typografie of een functionelere vormgeving gaan doen. We kunnen het wat meer abstraheren omdat we allemaal al gewend zijn aan knopjes op het internet. Precies. Ja, oké. Maar Apple had in ieder geval de trend om veel verder erin te gaan en echt inderdaad agenda applicaties eruit te laten zien als hele super deluxe met leer gebonden agenda's. Ja. Belachelijk. En terecht, daar is veel weerstand tegen. Ja, precies. Ja. Nou, nog eventjes. Even kijken of dit ook allemaal in één keer goed gaat. De camera wordt weer even op het raam gemonteerd. Kant B. En de ster wordt rechtgezet. Zo, de ster staat weer recht. Heel mooi. Nu nog telefoon. Even geluid. Zo. Zo. Maar dat is interessant, dat skeuomorfisme. Daar was dus één keer. Er waren eigenlijk twee mensen binnen Apple die dat een goed idee vonden. De ene, dat was Steve Jobs himself. Oh. Die vond dat een goed idee. En de ander, dat was een man die was verantwoordelijk voor de vormgeving van de software. En ze hebben die man nu ontslagen. En want hij was een vriend van Steve, begreep ik ook, hè? Ja. Van Steve Jobs. Ja, en die is ontslagen en nu is Jony Ives, dat is de designer, van de beroemde designer van de hardware, is nu ook verantwoordelijk voor het design van de software. Dus ik denk dat de software van Apple extreem gaat veranderen. Oh, echt volgende, waar? Ja, volgende release wordt echt extreem. We krijgen echt een 180. Nou ja, 180 misschien niet, maar want ze doen altijd kleine verbeteringen. Hè? Mm-hmm. En dat verkopen ze dan enorm. Net zoals Adobe, die doet het ook.